Hij kan het slechter treffen. Plekje in de zon, biertje erbij. En twee een leuke ploeg aan het werk zien. Met als laatste bij Groningen de man die terug is. Niets Doan. Terug van zijn schorsing. Staat wel weer op scherp trouwens vandaag. En zij hebben mooie wedstrijden beleefd in Groningen. Deze memberhouden natuurlijk die 5-1 die weliswaar verloren ging qua ADO in de play-offs. Uiteindelijk toch nog via strafschop Europees voetbal opleverde. En bij Groningen is dus het meest opvallend dat Chapeau naar de bank is verhuisd. Milicevic centraal staat. Delassani en Reis daarvoor voor het voetballend vermogen. Zo heeft Buijs uitgelegd. En Mahi en Sierhuis dan met z'n tweeën voorin. Maar middenveld met Bruns, Belhassani en Doan. Daar zit wel voetballend vermogen in natuurlijk. Groningen wil in de tweede helft natuurlijk naar de fanatieke supporters spelen. Dat wat dan de Z-side heet. Maar dat doel waar ze aan toe spelen staat nu nog in de zon. Bij ADO, Pinas en Malone in de basis omdat Beugeldijk geschorst is en Troepé geblesseerd. Verder geen wijzigingen daar. Ten opzichte van de ploeg die verloor van Heerenveen. De aftrap van ADO. Zij willen onderin weg. Groningen is onderin weg en wil nu richting de play-offs voor Europees voetbal. Belhassani, handwerker vrij. Krijgt hij de bal daar? Ja, dat lukt wel. Pinas notabene daar naartoe. Dat is wel opvallend, ja. Sierhuis krijgt net geen kans om zijn voet tegen de bal te zetten. Maar dat gaat toch niet helemaal goed bij ADO, zou je zeggen. Want waarom gaat de centrale verdediger van ADO daar naar de linksback van Groningen? Reis wil de bal in de voeten. Het gaat naar Zeefuik. Doan, Zeefuik. Lage voorzet dit keer. Sierhuis, dat is knap gedaan. Maar het zijn het. Goeie aanval van Groningen. Beste van de wedstrijd. Daar kan Sierhuis wat mee. Maakt hem niet helemaal vol. Maar veel scheelt het niet. Groningen zoekt met heel veel beweging voorin. Handwerker naar het centrum gekomen. Dan is hier Belhassani om de voorzet te geven. De voorzet is goed. De kopbal komt er niet. Het schot van Mahi ook niet. En alsnog geblokt. Swinkels heeft hem. Daar leek nog wel wat meer in te zitten. Maar niemand van Groningen die echt lekker uit kan halen of kan koppen. Nou wel een goede aanval. Hier lijkt al een kopkans voor Bruns. Die houdt dan in. Geen kans voor Bruns. En het schot van Mahi. Geblokt door Meijers. Reis, goed gedraaid. Heel goed zelfs. Bruns kan meegeven aan Belhassani. Ja, hij heeft net iets veel tijd nodig daarvoor. En dus El Kayati. Heerlijk gedaan, Malone. Schot van Malone. Ja, dat scheelt nog wel een paar meter. Meijers. Daar gaat Bekker. Vlag is nog steeds omlaag. Uitstekend opgelost op pad. Mooi het applaus en de glimlach erbij. Hoe pad Bekker een klein beetje te kijk zetten daar. Bekker, immers. Goossens. Ah, oh, slim gedaan. Goossens, schot geblokt. Komt dan alsnog aan en wat. Wild misschien geschoten. Uit de draai moet het snel, maar deze raakt de bal niet helemaal goed. Mahi krijgt hem niet bij Doan. De druk houdt wel aan. Bruns aan de andere kant van het veld vraagt om de bal. Hoe de bal daar te krijgen. Belhassani. Een corner dan. Maar dit was goed snel omschakelen. Duim gaat ook omhoog richting pad. Van onder andere Mahi. Belhassani, bal verlengd en door Immers in eigen doel gewerkt. Die zit erin. Eigen doelpunt van Lex Immers zorgt voor de eerste treffer bij Groningen-ADO.
Het nodige geluk daarbij dus voor Groningen. Maar ja, in een wedstrijd waarbij niet zo heel veel gebeurt, moet je dat af en toe hebben. De bal schiet door en via Immers. De bal dan in het doel gezien door de assistent scheidsrechter dat hij in zijn geheel over de lijn was. Sierhuis naar de eerste paal en dan via de arm zelfs van Immers. Ja. Dan zit het ADO dus niet mee. Rijs. Ho, ho, ho. Wat gebeurt er allemaal? Wat heeft Rijs gedaan? En is dit... Hichler heeft het allemaal aardig gezien. Er was een soort heupzwaai waardoor Rijs in de problemen kwam. Buijs is in het veld. Die moet nu spelers in bedwang houden. Pat komt erbij. Becker moet tot kalmte worden gemaand. El Kayati ligt. Rijs is daarbij betrokken. Heeft net geel gekregen. Immers is nog steeds boos. Er zijn er een hoop boos. Wat heeft Hichler gezien? El Kayati geel. Zeefuik geel. Nou, dat is het dus. Dan is dat dus besloten. Na alles wat er is gebeurd. Rijs krijgt een heupzwaai van El Kayati. Krijgt een schop van El Kayati. Dan duwt Zeefuik El Kayati ondersteboven. En dan gaat het dus los. En valt het mee dat er verder niemand geel krijgt na alles wat er is gebeurd. Die bal is niet goed. En dus is Goossens weg. Heeft hem voor zijn rechter. Maar dat kan hij dan toch wel weer proberen. Hij probeert het in de korte hoek. Daar ligt Pat. Hij kan het ook met rechts natuurlijk. Ik heb toch het gevoel dat als deze bal voor zijn linker had gelegen, het een stuk moeilijker voor Pat was geworden. De fout is van Rijs. Die de bal zo inlevert. En Misevic kan niet herstellen. Naar binnenkant voet probeert hij hem te plaatsen. Groningen probeert snel op te schakelen met Zeefuik en Doan. Natuurlijk maar hier en Sierhuis voorin. Daar komt ook Bruns bij. Bal van Doan. Zo, die is lekker hoor. Voetballend gezien zonder twijfel het hoogtepunt van deze wedstrijd. Deze paas. Waarvan er niet zo heel veel op het veld staan die hem kunnen geven. Sierhuis verlengd, maar hier wordt vastgehouden. En wat gebeurt er dan verder? Geel. Het is nog ver naar het doel. Is dan natuurlijk wel de laatste verdediger. VAR. Oh, de vrije trap gaat de andere kant op. Huh? Dan is er dus gele kaart vervalt. Dan is er dus gekeken met de vraag is het rood? En is het oordeel nee, het is geen rood. Maar het is zelfs geen overtreding omdat de eerste overtreding door Mahi werd gemaakt. Mooi aangenomen zeg door Bruns die wel lekker daardoor mee kan nemen. De voorzet minder goed. Oh, Swinkels. Wat doet dit nou? Sierhuis moet hem terugleggen. Ja, Swinkels helemaal uit zijn doel. Doan heeft zijn tijd nodig. Heeft te veel tijd nodig. Niet goed gekiept. Maar hij komt ermee weg. Voorzet Zeefuik. En dan schiet de bal voorbij. Een slechte trap. Oh, bal op de arm. Bal op de arm. Nee, zegt Hichler. Die ziet hier geen opzet in. Alan Koeri vangt meteen op. Zo. Gooit er een schaar uit. Legt hem klaar. En het schot van Doan. En ik denk serieus dat dit het eerste schot op doel is van FC Groningen. Goossens stikt de bal niet zo ver voor zich uit. Bruns kan naar Mahi. Gaat naar Mahi. Schot van Mahi. De redding is er. De rebound voor Doan. Maar die had amper tijd om te reageren. Bruns erachteraan. Met Pinas bij zich. Bruns. Doan. Mahi als enige van Groningen in het strafschopgebied. El Hankouri. Voorzitter El Hankouri. Meijers kopt weg. Immers vangt op. Doan.
die zit erin! Nee, die zit er niet in. Oh, had iemand even op gelucht adem, zeg. Oh, wat een mazzel. Ja, soms heb je pech en gaat de bal via een van je eigen ploeggenoten zo het doel in. En soms heb je mazzel, want maak je een gruwelijke fout en vind je hem zomaar weer terug tussen je benen. Handwerken. Daar het spel wordt voor geappelleerd. Ellen Koeri mag door. Oh, zo, wat een beweging. En nog een panna. Voorzet geblokt. Nog eens Ellen Koeri. Voorzet handwerken. Ja. Het is geen Groningen. Alle doelpogingen op doel die het heeft gehad na zijn invalbeurt. Groningen verdient de overwinning op basis van de tweede helft. Maar moet nog even zien vol te houden, want daar is Aro met Bekken. De voorzet weggehaald door Reis. Malone komt niet helemaal de goede kant op, maar daar is Doan ook. En Doan is sneller en handiger. En Doan heeft in het midden ook nog ploeggenoten mee. Krijgt hij daar de bal? Of kiest hij voor het balbezit? Dat laatste zou verstandig zijn. Reis. Goeie bal van Reis. Nog een balletje breed naar Elan Koeri. Ja. Die stond helemaal vrij, maar Mahi's voortzettingen in de slotfase zijn niet geweldig. Mimicevic. Mahi, hij geen buitenspel. Gladon blijkbaar ook niet. Nou, dan kan Mahi door naar dat fraaie hakje van Gladon. Beslist hij het dan? Ach, jongen. Wat speelt die een belabberde slotfase. En Groningen wint. Met hangen en wurgen. Maar wel verdiend, omdat het in de tweede helft een stuk beter was dan ADO Den Haag. Hij maakte een eigen doelpunt. En dat blijkt de beslissing in de wedstrijd. Maar op grond van de tweede helft kan Buijsen ook echt tevreden zijn